Ja. Terwijl de laatste mensen binnenkomen. Hier vooraan is ook nog plek, hè, heren? Er zijn 4 lege stoelen aan deze kant, aan die kant nog. Welkom allemaal bij de sessie over het IJsselmeergebied als duizend dingen doekje. Ik ben Saar Voeken en sinds juli van dit jaar programmadirecteur van het platform IJsselmeergebied. Ik heb al wat bekende gezichten gezien die het platform kennen, maar voor wie het niet kent. Het platform is een samenwerkingsverband van overheden rondom en met belang in het IJsselmeergebied. Dus dat zijn gemeenten, provincies, waterschappen en de verschillende ministeries vanuit het Rijk. En dat is best een hele cocktail aan organisaties. En die organisaties, dit platform wordt ook door de belangenorganisaties vanuit natuur, recreatie, et cetera, ondersteund en heeft ook een eigen adviesorgaan daarin. Dus het is een breed platform. En die breedte is ook kenmerkend voor het IJsselmeergebied, want er speelt nogal wat. Niet alleen vanuit water, we zijn vandaag bij het Delta-congres en vanuit het Delta-programma. Ook het IJsselmeergebied is een aparte regio in het Delta-programma. Dus daar spelen grote opgaven, daar horen jullie zo meer over. Maar er speelt natuurlijk meer, de energietransitie, de woningbouw, natuur. En dat komt allemaal samen in dat IJsselmeergebied. En dan kom ik eigenlijk meteen bij de titel van deze sessie. Het duizend dingen doekje. U heeft hem allemaal gezien, hè, op uw stoel. Ik heb een hele mooie met tijgerprint. Maar laat maar eens zien, heeft u hem allemaal gevonden? Ja, heel goed. Nou, en om meteen maar even te oefenen met het gebruik. Wie is hier vanuit de Rijksoverheid aanwezig? Ja, dat zijn er toch ook wel redelijk wat. En wie vanuit de regionale overheden, gemeenten, provincies? Ja, zie je ook een hand of 6 omhoog gaan. Wie is gebruiker van dit gebied? Wie maakt gebruik? Ja, allemaal? Ja? Oh ja, inderdaad. Niet allemaal, maar toch wel heel veel. Heel goed, heel goed. En wie vertegenwoordigt een belangenorganisatie? Hebben we die ook in de... Ja, ik zie één meneer zijn hand opsteken. Gebruik lekker het doekje, meneer. Daar is die voor. Mag lekker wapperen in deze sessie. Heel goed, heel goed. De waterschappen. Nou, zijn die er? Zeg het maar. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Worden we altijd vergeten? Oh jee, nou bij deze. De waterschappen zijn er ook. Goed, we gaan het vandaag dus hebben over die belangen. Die belangen die bij elkaar komen in die grote watervraagstukken die momenteel spelen. Want het is al even genoemd in het ochtendprogramma, hè, het wordt droger. Er zijn ook periodes dat het natter wordt, de zeespiegel stijgt. Om maar een paar dingen te noemen die heel veel impact hebben op het IJsselmeergebied. En hoe hangt dat nou samen met al die vraagstukken daaromheen? Lucette Kroon, de dijkgraaf van Wetterschip Friesland en is ook de voorzitter van het bestuurlijk platform. Zij introduceert het IJsselmeergebied en de vraagstukken daaromheen. Thank you.
Ja, dit was eigenlijk de problematiek van het IJsselmeergebied in een notendop. Voordat ik zo meteen Arthur Kors en Ditty Langendijk naar voren haal, ik vergeet net even iets te zeggen. We zitten ook in een livestream. Dat betekent dat ik af en toe ook moet vertellen wat ik ga doen. Dat ik ook wat zal benoemen. Wat gebeurt er in de zaal? Want dat kan men thuis niet goed zien. En als ik dadelijk met de microfoon ga lopen, er ook goed in de microfoon gesproken wordt. Dus dat even als een soort van huishoudelijke mededeling. We gaan in gesprek eigenlijk over deze problematiek met jullie vandaag. En dat doen we aan de hand van 4 stellingen. En daar hebben we ook ons duizend dingen doekje dadelijk voor nodig. Maar Arthur en Ditty, willen jullie naar voren komen? Want jullie gaan daarbij helpen. Nou, Ditty, wie ben je en wat doe jij met het Delta-programma IJsselmeergebied? Ja, ik ben Ditty Langendijk. Ik ben werkzaam bij het waterschap WDO Delta, Drents Overijsselse Delta. En ik werk in het programmateam van het Delta-programma IJsselmeergebied. En trek ik verschillende onderzoeken. En daar werk ik ook samen mee met Arthur. En Arthur Kors, wie ben jij? Ja, Arthur Kors. Ik werk bij Rijkswaterstaat Waterverkeer en Leefomgeving. Ben ik adviseur Hoogwaterveiligheid. En ik ben adviseur in het project waar Ditty het net over had. Ja, mooi. Ja. Dus het vraagstuk wat net is geïntroduceerd door Lisette, dat is jullie dagelijkse werk om daarover na te denken. Helemaal goed. Nou, dan kunnen jullie ons vast helpen met de stellingen goed introduceren. We gaan gewoon meteen aan de slag. En de eerste stelling, klimaatverandering is een opgave van nu en niet van over zoveel jaar. Want ondanks alle onzekerheden die er zijn, is het nu tijd voor besluiten. Laten we eerst kijken naar een filmpje hierover. Vertel eens. Ja, we gaan het zo meteen over deze stelling hebben. En vooraf willen we jullie een paar zaken meegeven. Om wat body te hebben bij het bespreken van deze stelling. Er zijn een aantal opties waar we naar kunnen kijken. Je kunt meer pijl laten stijgen, je kunt meer afvoercapaciteit bouwen. Maar het zijn allemaal hele grote ingrepen met best wel grote consequenties. En dat implementeren van die maatregelen gaat heel veel tijd kosten. Beide opties vergen ook een gebiedsstrategie. Binnendijks, buitendijks. Want beide opties hebben ook binnen- en buitendijks consequenties.
bijvoorbeeld het regionale waterbeheer, wat je erop moet aanpassen. Dan zult u misschien zeggen van ja, waarom moeten we nu besluiten nemen als we nog een paar jaar wachten? We hebben nu met allerlei onzekerheden te maken. Die onzekerheden die worden misschien wat kleiner en dan wordt het wat makkelijker om besluiten te nemen. Ja, dat is misschien dan een beetje teleurstellend wat ik nu ga zeggen. Die onzekerheden die zullen blijven. Ik probeer het nou net een beetje in de hand te houden. Misschien een goed moment, hè? Dus ja. Als we kijken naar de stelling. Klimaatverandering is een opgave van nu en niet voor over zoveel jaar. En ondanks alle onzekerheden is het tijd om nu besluiten te nemen. Wie zegt, daar ben ik het mee eens? Wapper maar even met het doekje. Oh, ik zie toch wel een grote meerderheid. Ik ga het even omdraaien, want bijna de hele zaal lijkt het hier. Is er iemand het er niet mee eens? Ja, ik, oh gelukkig. 2, 3, 3. Ik kom naar u toe. Nou, vertel, waarom bent u, wie bent u en waarom bent u het er niet mee eens? Ik ben Gert Verkralingen en ik ben gezworen, oftewel dagelijks bestuurder bij het waterschap Scheldestromen in Zeeland. En ik ben altijd gewend om naar volkomen onbekende workshops te gaan. En ik ben het er niet mee eens, omdat ik vind dat we eerst op macrogebied in Nederland eens even een goede routekaart moeten vaststellen. Wat doen we wel en wat doen we niet? Er is niet ruimte voor alles. En die routekaart, want ik ga daar niet heel veel zin aan wijden, die moet als afgeleide hebben de besluitvorming in deze superbelangrijke regionale besluitvormingstrajecten. Oké, dus u zegt we hebben een routekaart nodig. Ja, ik hoor applaus. Ga ik toch even naar u toe. We hebben een routekaart nodig om toe te werken naar besluitvorming. Dat hoorde ik eigenlijk net aan die kant. Ik ga een beetje tussendoor. Moet een beetje oppassen met de speakers. Ik ben Bernd Schikkema en ik ben onafhankelijk milieudeskundige, vooral gericht op internationale problematiek. En ik ben het zeer eens met de vorige spreker, omdat besluiten moeten worden genomen vanuit een breed kader, waarin globale afwegingen moeten worden genomen, die dan vervolgens leiden tot dit soort wat op lagere schalen beslissingen. Ja, dus u ondersteunt eigenlijk dat brede kader, die routekaart. Ga ik toch even naar iemand aan deze kant die zei, maar ik ben het wel eens met nu een besluit nemen. U zei dat volgens mij ook. Nee, ik zat halverwege. U zat halverwege. Oh, waarom? En wie bent u? Sorry, Peter Visser. En ik was de eerste jaren voorzitter van het ROI, het regionaal overleg IJsselmeergebied. Ja. Toen hadden we niet in de kleine zaal gekund, hè, met dank aan Veerman, 1,5 meter erbij. En dan leeft het wel, de discussie, maar goed. En daarmee geef ik al aan dat het politieke speelveld, vind ik eigenlijk best onzeker momenteel. Zowel maatschappelijk zijn we toch wel geneigd om klimaatverandering heel belangrijk te vinden, maar zo niet te stemmen. En je ziet ook dat er best wel grote onzekerheden op ons afkomen, waarbij tegelijkertijd we alle overheden inmiddels ongeveer links worden ingehaald door het bedrijfsleven. Dat is eigenlijk een stabielere partner in de strijd aan klimaatverandering dan de politiek, grappig genoeg. Maar goed, dat is een beetje de reden waarom ik half-half zat. Tuurlijk is het een opgave van nu. Natuurlijk moeten we ook niet alles uitstellen. Maar ik vind het nu toevallig voor de langere termijn wel heel onzeker. Dus daar zou ik het speelveld ook wel wat helderder willen hebben. Maar u voegt er nog een andere onzekerheid in toe. En dat is eigenlijk de politieke onzekerheid die er momenteel... Niet onbelangrijk, zeker niet. Wie was overtuigd van, we moeten nu keuzes maken? Ja, daar. Mag ik hem even zo aan u doorgeven? Ja, ja, wie bent u en vertel dan. Ik ben Douwe Meijer, adviseur waterbeheer. Ik heb inderdaad voorgestemd. Ik vind wel dat het nu tijd is om besluiten te nemen. Maar ik ben het ook van harte eens met de meneer van Scheldestromen. Maar ik vind dat dat elkaar niet uitsluit. We hebben een routekaart nodig. We hebben inderdaad een visie nodig. Dat is voor mij ongeveer hetzelfde. Op basis waarvan we besluiten nemen. Maar die besluiten die... ik ben misschien ongeduldig. Ik vind dat we het allebei moeten doen. En snel een beetje. Visie, routekaarten en snel een besluit. Ja. Kijk, nou dat lijken me heldere woorden. Heeft er iemand nog iets anders? Oh, u bent het daar niet mee eens? Niet mee eens, maar laat eerst anderen maar even. Oh. Kom ik zo toch bij je terug. Heeft iemand nog iets toe te voegen? Ja, ik achteraan. Wie bent u? En vertel.
Ik ben Deon Slachter, een van de voorzitters van de Landelijke Coördinatie Overstromingsdreiging en Waterverdeling bij Droogte. Ik sta ook een beetje dubbel in, maar ik vind dat we ook moeten oppassen om te overhaasten. We hebben natuurlijk net met al die werkzaamheden op het Geasselerdijk, met pompen en ook extra spuikcapaciteit. En we weten eigenlijk nog niet eens zo goed hoe goed die dingen werken en hoeveel we extra kunnen spuien. En we weten misschien dat ze niet op een ideale plek liggen. Dus ik zou er ook willen pleiten om vooral ook eerst te kijken, te testen hoe wat we straks allemaal hebben aangelegd ook daadwerkelijk functioneert. En dan te kijken of er nog iets extra's nodig is. Dus ook de praktijk maar even bekijken. Hoe werkt het nou in het echt? En hoe lang mag dat duren? Ja, volgens mij als het er staat, dan zijn we daar binnen 1 of 2 jaar mee klaar. Ja. En dan kunnen we weer voor uitkijken wat er nog extra nodig is. Ja. Dus blijf testen, blijf controleren voordat we de volgende stap zetten. Nog iemand anders met een andere... Ja, ik kom naar u toe. Ik geef hem even door, als u het goed vindt. Wie bent u? Ik ben Onno Walewijn, IJsselmeervereniging. En ik zou er toch ook voor willen pleiten om te kijken naar het beperken van de instroom van water vanuit de IJssel bijvoorbeeld. Beperken van de instroom. En waarom? Nou, als het er niet instroomt, hoeft het er ook niet uit. Hoeft het er ook niet uit, ja. In het kader van veiligheid. En wat betekent dat dan voor zoet water en voor droogte? Nou, dat doe je alleen als het veel aanbod is. Dus dat betekent niks voor droogte en niks voor zoet water. Dus op gezette momenten goed de instroom beperken. Dank u wel. Ja. Nou, ik kom toch nog een keer bij u terug. Want u zei net, ik ben het er niet mee eens. Hoe ronden we af? Nou, dat kan in 2 zinnen. Kijk, wij hebben in Nederland te maken met een macro-probleem. We willen te veel en er is te weinig ruimte. Dat moet eerst worden opgelost, want als ik, stel je voor, ik ben waterdruppel en ik kom uit Duitsland, dan moet ik weten of ik rechtsaf moet richting het IJsselmeer. Zeker. Of linksaf richting het deltagebied Zoutwater-Zeeland. En dat kan je niet even afzonderlijk regelen, dat moet gestuurd worden op nationaal niveau. En daar zit op dit moment de grote nietsdoener. Want je hoeft in dit land niet te praten over een probleem van migranten als half Nederland onder water staat. Nou, we houden ons dus met de verkeerde dingen bezig. Oh, kijk. Dat is een heel zwaar statement. Ja, gooit hem nog. Nou, ik weet niet of dit helpend is. U gooit hem er maar eens in. We gaan door naar de volgende stelling. Even kijken. Het meerpeil. Op het IJsselmeer en het Markermeer moet meestijgen met de zeespiegelstijging. Arthur, vertel. Ja, dan hebben we nog weer een beetje toelichting bij. Grosso modo heb je 2 richtingen die je op kan. Je kunt zeggen van we gaan het meerpeil niet laten meestijgen met de zeespiegel, of we gaan het wel laten meestijgen met de zeespiegel. Niet meestijgen met de zeespiegel, dat is op dit moment het huidige beleid. Dus dat is gewoon doorgaan met wat we op dit moment aan het doen zijn. Meestijgen is ook geen noodzaak. Als de zeespiegel stijgt kun je prima met pompen het IJsselmeerpeil blijven beheren. Het is wel zo, dus je kunt het huidige peilregime aardig in stand houden met pompen, maar in het extreme gebied gaan de pijlen nog wel iets omhoog, dus je bent niet helemaal van toekomstige dijkversterking af. Veel afvoercapaciteit realiseren op de afsluitdijk, dat is geen sinecure, dat vergt behoorlijk wat tijd. Je kunt ook wel meestijgen, dat heeft het voordeel dat de huidige spuikcapaciteit, nou, die blijft naar de toekomst in stand, hoef je geen aanvullende afvoercapaciteit te bouwen. Alleen als je op enige termijn besluit dat je dan toch liever niet verder mee wil stijgen, omdat je denkt, ja, we vinden het toch allemaal niet zo leuk, dan raak je dat voordeel van dat kunnen spuien op termijn toch wel weer kwijt. Daarbij is het zo dat als je het IJsselmeerpeil met de zeespiegel mee laat stijgen, dat het best wel ingrijpende consequenties heeft rond het IJsselmeergebied. Niet alleen voor de dijken of de infrastructuur rond het IJsselmeergebied, maar ook gebieden meer binnen dijks. Er wordt een vrij groot gebied wordt geraakt door zo'n beslissing. En het realiseren van meer afvoercapaciteit op de afsluitdijk kan wel een hoop tijd kosten. Maar als je besluit om mee te stijgen met de zeespiegel, met alle maatregelen die daaraan vastzitten, dat kost ook heel veel tijd.
Dankjewel. Nou, de stelling. Het meerpeil op het IJsselmeer en Markermeer moet meestijgen met de zeespiegelstijging. Wie zegt, ik ben het er niet mee eens? Mag u wapperen. 3, 4, 5. Ja, nog wel een paar meer. Maar u bent wel een beetje in de minderheid. Ik kom naar u toe. Vertel, wie bent u en vertel waarom u het er niet mee eens bent. Ik ben Lizzie Merks en ik vertegenwoordig de gemeente Huizen. En voor gemeentehavens is het een enorme opgave als we te maken krijgen met meer verschil dan we nu hebben. En nu is het af en toe al best wel heftig bij een storm. Want dan stuwt het water enorm op richting de dijk Enkhuizen-Lelystad. Waardoor bij ons eigenlijk het rand min of meer leeg loopt. En een week later bij wijze van spreken helemaal volstroomt omdat de wind de andere kant op staat. Dus nu hebben we al best wel dat soort invloeden, met name in de winter. Ja, ja, dus u zegt we hebben nu al een enorm probleem. Ga het nou niet nog erger maken. Ja, ja. Wie had nog meer? Wie bent u? En vertel waarom. Hallo, ik ben Klaas-Jan Wardenaar. Ik ben landschapsarchitect en ecoloog. En ik wil even refereren aan een studie van een collega van mij. Die heeft nagedacht over het getij. Hè. Het getij in de Waddenzee wordt vaak als een gegeven beschouwd. Maar feitelijk is de afsluitdijk bijvoorbeeld ontworpen op een zo min mogelijke opstuwing. En daardoor een zo minimaal mogelijke getijslag. En je zou best wel creatief om kunnen gaan met dat... de vorm eigenlijk van die trechter, als het een trechter zou zijn, waardoor je meer getijslag krijgt, waardoor je meer spuikcapaciteit op een hele natuurlijke manier weet te realiseren. Dat vind ik eigenlijk, dat vind ik nog steeds zo'n mooi idee. En ik vind het jammer dat daar nooit echt op doorgegaan is. Ja, ja. Dus eigenlijk zegt en dat zou dus die pijlstijging onnodig maken. Ja, ja, dus eigenlijk zegt u, er zijn andere methodes waar niet naar gekeken wordt, die eigenlijk misschien wel mooier of beter zijn. Zag ik u nou reageren? Ik wil iets zeggen. Ik weet eigenlijk niet zo... Ik leer heel erg van dit onderwerp, dus ik weet er niet zoveel van. Wie bent u? Hanna Baan-Hofman, ja. Adviseur klimaatadaptatie. Ja. En ik keek gewoon even naar links en ik zag volgens mij Harold zijn hand opsteken. Dus ik dacht, nou, volgens mij is het goed iemand om mee eens te zijn. Dus dat... Kijk, ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat is de groepswerking die dan... Nou, wel heel eerlijk, wel heel eerlijk. Maar wie was uw collega? Harold. Harold. Wil jij vertellen waarom je het ermee eens bent? Ik weet niet of dit nou zo'n goed argument was. Maar goed. Maar wel eerlijk, hè? Dat is ook, ook een groot... Nou, voor mij het belangrijkste argument is... precies dit vraagstuk hebben we 10 jaar geleden... bij de eerste serie Delta-beslissing ook onderzoek naar gedaan. Maatschappelijke kosten-batenanalyse is daar echt heel goed op een rijtje gezet. En daar kwam klip en klaar uit dat gewoon het huidige... pijl handhaven veel meer voordelen had dan meestijgen. Ja, en volgens mij is sindsdien de informatie die we nu ter beschikking hebben niet zodanig veranderd dat het anders zou liggen. Daaraan toevoegend, ik denk dat de extra voorraad die we voor het zoetwater zou willen hebben, ook binnen het huidige pijlbesluit zou moeten kunnen. Althans aan de bovenkant. Je kunt ook laten uitzakken. Als je ervoor zorgt dat je dat water wel in het regionaal systeem krijgt bijvoorbeeld, dan heb je nog steeds meer dan die 20 centimeter beschikbaar dan we nu hebben. Ja, dus ik hoor eigenlijk zeggen, er is destijds goed onderzoek naar gedaan. Toen was het eigenlijk niet een goed idee om mee te stijgen. En er is niet heel veel veranderd waardoor dat nu een ander inzicht zou zijn. Dat roept vast iets op bij iemand. Ja, dat dacht ik al. Vertel, wie bent u? En wat roept het op? Wouter Rozier, adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. We zitten nu al in een soort van lock-in. We hebben nu het moment nog om eruit te komen. Om mee te stijgen. Later kunnen we alsnog kiezen voor die lock-in. Maar als we nu die keuze niet maken om mee te stijgen, dan blijven we hierop. En dan nemen we langzaam de zoetwatervoorraden nemen af. De verzilting neemt toe. En voor de Rijn-Maasmonding moeten we ook deze keuze maken. En we moeten dat in balans gaan zien. Wat hebben we voor het IJsselmeergebied nodig, het meestijgen? Wat hebben we voor de Rijn-Maasmonding nodig? En dat in geheel. En eigenlijk volgens mij moeten we vooral voorkomen dat we in die lock-ins vast komen zitten. Ja, ja. Maar u heeft natuurlijk net ook horen zeggen, maar nu krijg ik er al last van als we al een beetje mee gaan stijgen. Denken jullie daar ook over na? Kan je daar nog even op reageren? Zeker. Dat nemen we mee in de hydraulische randvoorwaarden en dan maken we de dijken hoger en sterker. Ja, ik kan je hydraulische randvoorwaarden even in gewone mensen... Hydraulische, de belastingen die we op de kering hebben. Ja, ja, dankjewel. En die kunnen we mee laten stijgen. En daar hebben we ook in het kennisprogramma zeespiegelstijging naar gekeken. Ja. En daar is toch de conclusie, 3 tot 5 meter zeespiegelstijging zou technisch mogelijk moeten zijn. Ja, ja, technisch, hè? Dat is natuurlijk altijd een spannende.
Oké. Wie wil nog reageren hierop? Wie zegt wat ik nu hoor, daar wil ik toch wel even een reactie op geven? Of een geluid wat nog niet eerder is gehoord? Ja, u heeft natuurlijk eerder al. Neem uw kans. Ik vind de dijken versterken prachtig, maar we hebben ook nog havens. Heel veel havens. Dus je bent er niet met dijkversterking. Dat gaat puur om waterveiligheid. Maar er is zoveel meer gebruik, zullen we zeggen, van die meren. Ja. Dus denk ook vooral aan wat er allemaal rond die meren ligt. Is er nog iets wat in uw hoofd zit wat nog niet genoemd is? Ja? Ik geef hem aan u. Wie bent u? En vertel. Ik heb net u heeft een reactie gegeven. Dit is gewoon, zeg maar, shooting from the hip. Maar zouden we niet ook de vrijheid moeten hebben en nemen om zeg maar creatief om te gaan met het stuk Waddenzee wat we nog hebben? En nou, daar kunt u zelf een eigen invulling aan geven, daar onder verstaan moet worden. Creatief invulling geven aan de ruimte die de Waddenzee biedt. Nou, dat is weer een hele nieuwe gedachtenspoor. Wil nog iemand anders reageren? Anders ga ik even naar Arthur kijken, want jij hebt van alles gehoord nu. Vertel eens, wat doet dat met de opgave die je hebt in het Delta-programma, met wat je nu hoort over havens, over andere alternatieven? Nou ja, de havens, ook andere buiten... Heb ik trouwens? Ja. Oké. Ook andere buitendijkse gebieden, ja, die zullen daar zonder meer problemen mee krijgen als je het meerpeil laat stijgen. En natuurlijk kun je het meerpeil, als het stijgt, omzetten in een toename van de belastingen op de waterkering. Die waterkeringen die kun je wel versterken, maar het is wel rond het hele IJsselmeergebied. En het zijn niet alleen de waterkeringen, het is ook al je infrastructuur rond het IJsselmeergebied. Het heeft ook effecten op waterafvoer. Je hele regionale systeem moet je erop aanpassen. Je landgebruik wordt mogelijk beïnvloed. Dat zijn wel consequenties die eraan zitten. En hoe je dan de keuze maakt. Ja, je mag een stemadvies vragen natuurlijk. Dat zijn niet de keuzes. Zijn jullie het eens? Staan jullie hier hetzelfde in? Of hebben jullie ook wel eens discussie over deze keuze bijvoorbeeld? En waar zit die dan? Nou, binnen de community van het IJsselmeergebied zit daar ook best wel discussie in. Dat heeft ermee te maken dat als je mee gaat stijgen, je minder afhankelijk bent van de stroom. En die moet er ook maar zijn op dat moment. En, nou ja, we kennen de congestie op energieleveranties, die komen steeds vaker voor. Het wordt, de oorlog in de Oekraïne heeft het wel duidelijk gemaakt. Dus daarin hoor je ook wel vaker geluiden van, zou je misschien toch mee moeten stijgen? En ook gegeven de zoetwatervoorraad die dat brengt. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook van, in principe hoeven we niet mee te stijgen en kunnen we technisch ook gewoon aan. Ja, mooi. Ja, Arthur? Ja, nog even ook over de lock-in. Hè. Ik denk dat de afsluitdijk zelf de grootste lock-in is die we gebouwd hebben. En de vraag is, wil je die handhaven? Ik denk dat het antwoord daarop snel ja is. Ja, en vanaf daar heb je eigenlijk de grootste lock-in al te pakken. Ja. Dus we hebben zoveel jaar geleden onze eigen lock-in gecreëerd. Nou ja, om goede redenen, denk ik. Zeker. Maar goed, dan is er wel. Oké, we gaan naar de volgende stelling. Een adaptatiestrategie buitendijkse gebieden is nodig. Nou, en om dit toe te lichten hebben we een filmpje van Ilko van Lent. Die met zijn reddingsstation ook buitendijks zit. Thank you.
Ja, wat zeg je hier nu op? Een adaptatiestrategie voor buitendijksgebieden is nodig. Wij hebben onderzoek gedaan naar de beleidsruimte, zoals wij dat zeggen. Hè. Naar de opties die open zijn gehouden in het Delta-programma om eventueel voor een zomerpeil mee te gaan stijgen of een winterpeil. En die uiterste, die hebben we in een onderzoek bekeken en gekeken wat dat nou betekent. We hebben ook gevraagd dus aan de waterschap van kijk eens even wat hier allemaal gebeurt en beoordeel dat eens. En je ziet in die buitendijksgebieden dat het heel divers is. Van wonen tot recreëren, van alles wat. En het filmpje gaf het net ook al aan. En voor die buitendijkse gebieden geldt gewoon het risico is voor de eigenaar. Ja, u bent buitendijks. En zoals het filmpje ook al liet zien, buitendijkse gebieden in hun dieren nu ook al. En indien gekozen wordt om het meerpeil te laten stijgen, ja, dan wordt dat risico groter. Even hier twee plaatjes van hinderlopen. Dat is de huidige situatie. En als we een extreme variant zoals we nu in die opties hebben zitten, zouden meestijgen. En de stelling is, een buitendijkse adaptatiestrategie voor buitendijks gebied, dat is nodig om sowieso voor nu te kijken van hey, waar zou je eigenlijk verbetering moeten aanbrengen. En ook voor in de toekomst. Nou, wie is het hiermee eens met deze stelling? Een adaptatiestrategie is nodig. Ik zie een paar, ja, meer doekjes omhoog gaan. Nou, ongeveer een derde, helft. Ik kom weer even naar de zaal. Even kijken, volgens mij heb ik u nog niet gehad. Wie bent u en waarom bent u het ermee eens? Ja, ik ben adviseur water en klimaat bij de gemeente Kampen. Ja. Wat in Kampen op dit moment best wel speelt, is dus we hebben dan de Kampereilanden, die eigenlijk, ja, dat is een beetje ingewikkeld, maar het ligt formeel buiten dijks, maar het is wel de dijk omgeven. Dus eigenlijk, ja, voor zo'n gebied hebben we dus echt een adaptatiestrategie nodig, van hoe gaan we daar in de toekomst nu mee om. Ja. En werken jullie daar ook aan? Daar zijn we op dit moment heel erg mee bezig, in het kader van de aanpassing van de pleitstrijd Grote Rivieren speelt het enorm. Ja. Dus we gaan het gesprek ook aan, maar het is wel echt zoeken. Ja, ja. En wat is, ja, ik ga een beetje doorvragen. Ja. Wat is het meeste zoeken voor u op dit moment? Het zoeken naar de balans, zeg maar. Dit is bijvoorbeeld een gebied met deels met terpen en deels met woningen op maaiveld. Ja. En die woningen, als je daar dus aan, als je zeg maar, wat ga je doen zeg maar, als het gebied onder water loopt? Of kun je ook alvast maatregelen nemen, zeg maar? Ja, en ook de leefbaarheid van het gebied, zeg maar. We willen ook zeg maar, zo'n gebied niet op slot zetten. Nee. Dus het zijn heel veel dus dilemma's. Daarin zoeken, de dilemma's te lijf gaan. Zijn er meer partijen bezig met zo'n adaptatiestrategie? Of denken erover? Ja, ik zie hier een hand omhoog gaan. Vertel, wie bent u? Andreas van Rooijen, gemeente Zwolle. Dus ja, buurman, dat is dichtbij, hè? Ja, ja, ja. Dit is wel een beetje naar binnen toe al. Hè. Maar in Zwolle zijn we al een aantal jaren bezig met een adaptatiestrategie. Onze binnenstad ligt buitendijks binnen dat regionaal systeem. En daar merken we de laatste jaren al dat die waterstanden eigenlijk, met name in die natte winters, toenemen. Dus we zoeken de ruimtelijke investeringsmomenten. Als een stukje stadsvernieuwing of iemand gaat groot verbouwen om te kijken naar toekomstige hogere pijlen en dat nemen we mee in die bouwplannen. Dus dan eigenlijk met ruimtelijke ontwikkeling nemen we een stukje waterveiligheid lange termijn mee. Dat zit in de adaptatiestrategie van de gemeente Zwolle. Ja, klinkt mooi. En herkent u de dilemma's die net geschetst werden? Absoluut. Ook het filmpje van er is iets en buiten verandert de boel.
En hoe ga je daar dan mee om vanuit de bestaande situatie en wat je weet vanuit het verleden? Maar juist die investeringsmomenten zoeken en dan kijken wat er op je afkomt. En zoveel mogelijk nodig net meenemen, dan kan je toch stappen zetten. Ja, maar ja, wel die investeringsmomenten zoeken, het hoeft niet allemaal morgen. Ja, ja. En met wie doet u dit allemaal? Dat doen we natuurlijk met de stad, maar eigenlijk die projecten die ik noem, dat is echt allemaal particuliere uitvoering, projectontwikkelaars en dat soort dingen. En natuurlijk met het waterschap. Kijk, toch het waterschap nog. Ja, ja. Ja, die vergeet ik even. Maar Zwolle, regio Zwolle, en dat gaat dus niet om de stad Zwolle, is ook Novex gebieden. En daar is dit onderwerp juist een van de accenten in om die verstedelijking die ook hier speelt, met dit verhaal naar de toekomst vorm te geven. Ja, ja, en dat is dus een heel mooi platform om partijen bij elkaar te halen, inclusief strijden. Ja. Novex, maar die hebben we natuurlijk niet helemaal voor het kiezen, hè? Novex gebieden. Ja, kom maar weer op dat landelijk verhaal. Landelijk verhaal, ja, precies. Ja. Wie had gezegd, zo'n adaptatiestrategie is eigenlijk niet zo nodig? Of vindt het eigenlijk, nou, op dit moment niet opportun? Er waren toch mensen die niet hun doekje omhoog wapperden? Of nu even niet. Dat is toch heel gemeen. Mag ik u vragen, wat vond u? U was het ermee eens? En wie bent u? Ik ben René Alma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ecoloog en ook betrokken bij het IJsselmeergebied. Ja, ik heb zoiets van, hoe kun je het hier niet mee eens zijn? Het lijkt me gewoon dat je met alle partijen die last hebben of voordeel van zo'n gebied aan tafel moeten zitten en gehoord moeten worden. Ja. En met een gebiedsproces of iets dergelijks, maar ze moeten zeker gehoord worden. Ja, nou, ja. En gebeurt het dan al genoeg, denkt u? Nou, niet genoeg, denk ik. Anders hadden we hier deze dilemma's ook niet hoeven te bespreken. Nee, nee, nee. Wie ziet dat het niet genoeg gebeurt, dat het meer moet gebeuren? Heeft iemand daar beeld bij? Of is er iemand die zegt, ja, dat doen we allemaal al lang, joh, ik begrijp dat dilemma niet. Kan ook, hè? Nee? Ja, wilt u wat zeggen? Oh, pardon. Een naam graag. Ja, Ursula Blom, Waterschap of Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Ja. Wij zijn ook bezig met een adaptatiestrategie, maar dan natuurlijk met provincie en met gemeentes. En toch zie je dan dat sommige gemeentes nu ook nog gewoon nieuw gaan bouwen. Zoals bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede, die is dat van plan. In buitendijksgebied. En daarom is dus extra nodig. En wat wij ook nog... ik stond net aan tafel met een verzekeraar. En die vertelde ook dat nu langzamerhand alom geaccepteerd is dat er dus klimaatadaptatie nodig is, zal het ook steeds minder verzekerbaar zijn. Want dan zeggen de verzekeringen, die zeggen, ja, dit had u kunnen voorzien. Ja. Dus alleen daarom is het dus ook al nodig. Ja, ja, dus u zegt eigenlijk, ja, zeker is het nodig, maar ik zie het nog niet overal. Want we zijn toch ook nog wel een beetje geneigd om te blijven doen wat we deden. Nog meer herkenning op dat punt of iets anders in te brengen? Jazeker, mag u daar een opmerking over maken. Dat is uiteraard de leeftijd. Ik ben sinds kort AOW'er en dan ga ik wel eens terugdenken. Ik kom uit Wageningen oorspronkelijk. En we waren gewend dat de uiterwaarden altijd overstroomden. En de mensen die daar dan ook woonden, waren dat ook gewend. Die hadden stenen vloeren. Het meubels gingen naar boven, 's winters. En de kinderen werden met een roeibootje naar de dijk geroeid. Ik wil niet zeggen, we moeten terug naar vroeger, het was gezelliger. Maar ik wil wel zeggen, we hebben natuurlijk ook gewoon tientallen jaren elkaar verwend wat dat betreft. Dat we er allemaal geen rekening mee moesten houden. Zo erg zelfs, dat zelfs een VU ziekenhuis in Amsterdam, wat toch ook onder NAP ligt, alle essentiële apparatuur in de kelder had geplaatst. Ja, dat is toch wel heel onverstandig. Dus adaptatie moet ook wel een beetje bij onszelf plaatsvinden. Dat wil ik nog wel even toe oproepen. Ja, ja, het was eigenlijk ook vanochtend de oproep, hè, op het hoofdpodium om die weerbaarheid te vergroten. En ook te accepteren dat er dus af en toe het niet meer helemaal perfect is. Ik kijk nog even rond. Zag ik jou nog twijfelen om een... Nee, nee. Altijd spannend, hè, zo'n microfoon. Ik kijk even naar Ditty en Arthur. Want jullie hebben wel degelijk dit dilemma in jullie project. Ja, ik denk ook dat het nodig is. Omdat je ziet bijvoorbeeld net op het filmpje. Zie je bijvoorbeeld bij Volendam. Ja, dat zijn huizen op palen. En onder die huizen, daar hebben ze het nu al allemaal gebouwd. Zodat er een extra laag voor hun ter beschikking is. En dat zijn eigenlijk ontwikkelingen die
als je meer communiceert erover en in gesprek bent erover en ook over eventuele mogelijke toekomsten kunt voorkomen of in ieder geval bewustzijn kunt vergroten. Dus ik denk dat het enerzijds is om bewustzijn te vergroten en als je dan iets zou gaan doen of ontwikkelen, ja, aanpassen, geen nieuwbouw, geen nieuwe buitenrijkse woningen, maar voor diegenen die er zitten, hoe moeten ze nou daarmee omgaan om naar de toekomst toe bestendiger te worden? Ja, ja, mooi. Dankjewel. Ik kom even naar u toe. Nu wel, maar niet eerder niet. U bent voor thuis niet te horen. Ik kom even naar u toe. Ja. Volendam, zei u. Ja, ik denk dat die mensen in Volendam zich wel bewust zijn van dat risico. Van oudsher al. Ja. Dat zou je zeggen, ja. Mag maar ik daarop reageren? Het is wel gebleven. Ik ben ook verbonden aan het Watermanagement Centrum Nederland trouwens. Voorzitter LCO over stromingsdreiging. Dus ik had dienst tijdens dat hoge water op Markermeer afgelopen winter. En met name januari steeg het behoorlijk. Ook in Volendam hadden wij helaas voorbeelden aan de dijk. Ik denk dat dat degene is die dit noemt. Dat er huizen die relatief nieuw waren inderdaad zo gebouwd waren dat de begaande grond eigenlijk gewoon garage was, kaal. Met weinig schade tot gevolg als het water wat hoger zou staan. Maar er waren inderdaad ook mensen die hadden daar toch maar hun woonkamer van gemaakt. Ja, en die hadden inderdaad dus serieuze schade. En dat is dus ook wat we geleerd hebben van afgelopen winter in dat gebied. Bewustwording komt eigenlijk pas op het moment dat het te laat is, bij wijze van spreken. Je hebt af en toe misschien zelfs al, als je hem omkeert, af en toe wat hoogwater nodig om dat bewustzijn te creëren. Langs bijvoorbeeld de IJssel ging het wel goed. Die mensen bij Deventer, bij Zwolle, die buitendijks wonen, die maken het eens in de 5 jaar mee. En dan ben je een stuk beter voorbereid, is de praktijk. Ja. Elke Nederlander heeft recht op minstens 1 keer wateroverlast in zijn leven. Dat is een van mijn collega's wel eens gezegd. Dus. Dat is nogal een stelling. Maar dit appelleert natuurlijk wel heel erg aan de weerbaarheid, hè, die we net noemden. En misschien, nou ja, het is wel grappig, er werd net het voorbeeld genoemd van vroeger aan de dijk. Ik heb ook aan een dijk gewoond, een primaire kering, Waalbanddijk. Misschien kent iemand hem, aan de Waal, prachtig. Inderdaad, 2 keer per jaar water in de kelder en het water een meter tot onder de dijk. Dat was zo. Het is heel grappig hoe dat dan toch verandert. En Volendam, niet iedereen wist dat dit kon gebeuren. En dat zag je eigenlijk langs het hele gebied. Dus die weerbaarheid, hè, wat jullie ook aangeven, weten mensen wel wat het betekent en zijn ze daarop voorbereid? Dat is denk ik wel iets waar we met elkaar echt aan moeten werken. We begonnen met het filmpje van Ilko van Lent, hè, die met zijn reddingswerk natuurlijk heel erg het goede probeert te doen. Nou, mocht hij nou zeggen, jeetje, ik heb daar ook wat voor over, er hangt een QR-code straks naast de deur. Nou, dat is denk ik toch goed om even te noemen. We gaan naar de volgende stelling. Het zoetwatertekort moet opgelost worden in de... Dat is een andere. In plaats van een hoger zomerpeil kun je beter droogteschade accepteren. Ja, ik was even van mijn... Ditty, licht hem toe. Even ter inleiding. We voorzien in ieder geval dat de zoetwatervraag die wordt groter dan het aanbod. En substantieel groter. Richting 2100 is dat in ieder geval... wordt dat als zeker gezien. Maar en rondom 2050 zien we een omslagpunt. En we zien ook dat de rivierafvoer steeds lager wordt. En op een gegeven moment is dat dus zodanig laag dat je eigenlijk die buffer ook steeds moeilijker kunt vullen. We hebben nu die schijf van 20 centimeter en dat wordt steeds moeilijker om dan die te vullen. En het vergroten van de zoetwaterbuffer die kan je door te stijgen of te laten uitzakken. En allebei hebben nadelige consequenties. Als je het laat uitzakken, kan de scheepvaart krijgt daar last van. Je kunt eventueel... instabiliteit krijgen van dijken. En als je een hoger zomerpeil hebt, dat hebben we net ook besproken, hè, dan kun je daar ook allemaal problemen voor krijgen. En wat wij met de studie die we laatst hebben uitgevoerd, hebben we ook gezien dat een hoger Markermeerpeil op een gegeven moment ook voor waterveiligheidseffecten kan zorgen. Dus als je een hoger zomerpeil zou willen opzetten, dan moet je daar even heel secuur naar kijken.
En ook gebieden zoals Zwolle, maar ook Amersfoort, die zijn in open verbinding. Ja, daar zul je dus ook heel goed moeten naar kijken van hoe ga je dat doen. Maar ook sommige gemalen kunnen dan minder afvoeren op het IJsselmeer en zullen daar ook last van ondervinden. Dus we zien dus dat verschillende functies zullen er last van hebben. Dus vandaar de stelling. In plaats van een hoge zomerpeil zou je misschien beter droogteschade moeten accepteren. Wie zegt, daar ben ik het mee eens? Pak uw doekje. Ja, ik ben steeds voorzichtiger. Ik zie hier 2 mensen nog, 3, 4. Gewoon droogteschade in zijn algemeenheid, ja. Maakt dat uit voor u? Ik kom meteen naar u toe. Misschien even, wie gewoon even reageert op de stelling en dan ga ik hem specificeren voor u. Wie zegt, ik ben het ermee eens? Ja? Oké. Okay. Ik ga eerst even, want u maakt onderscheid in droogteschade. Toch? U had daar een vraag over. Nou ja, in algemene zin maak ik altijd onderscheid bij schade voor zwakkere of sterkere partijen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zegt u, als dat onderscheid erin zit, dan kan ik mijn keuze maken. Ja, ja. Ik weet niet, hebben we daar antwoord op? Ik vrees. Nou. Ja, Arthur? Nou, kijk, we hebben op het moment dat het droger wordt natuurlijk een verdringingsreeks. Hè? En in die verdringingsreeks is geregeld dat bijvoorbeeld functies als natuur wat minder snel gekort worden dan functies als landbouw. Hè? Dus het ligt erg voor de hand dat de landbouw wat eerder last gaat krijgen daarvan, hè, of scheepvaart, dan waterafhankelijke natuur. Ja, dat is. Je moet ook overal aanwezig zijn om je belang te verdedigen. Wilt u wat zeggen? Wie bent u en vertel. Nou, nogmaals, Klaas-Jan Warrenaar van Smartland. Ja, dat is ook voor thuis, hè? Ja, dat is waar. Nee, ik eerlijk gezegd, want het werd net even in een klein bijwoordje toegevoegd, ook verziltingsschade. En ik denk inderdaad dat je moet kiezen van de hele zoutgevoelige teelten, bijvoorbeeld in de Noordkop van Noord-Holland, zou je daar gewoon niet meer moeten doen om minder aanvoer nodig te hebben vanuit Markermeer. En daarmee dus ook die, sowieso de buffercapaciteit hoeft dan minder hoog te zijn. En die prioritering, die moet misschien wat sterker worden, concreet worden doorgezet. Ja, dus eigenlijk zegt u, ja, we zullen echt wel toe moeten naar keuze maken. Ik zie een hand achterin, ik kom naar u toe. En dan ga ik hem doorgeven, de microfoon, want anders ga ik een piep veroorzaken. Ja. Dankjewel. Ik ben Annette van Velden van het waterschap Noorderzeilvest. Dat ligt in Groningen. En zeggen dat de landbouw de klappen gaat opvangen van het tekort aan zoet water. Ja, denk ik. Maar het is niet alleen de landbouw, hoor. Als je ziet wat we nodig hebben voor de energietransitie, voor de eiwittransitie die we graag willen met elkaar. Voor A1... Ik zeg altijd A1, het moet AI zijn. Maar dat zijn ontwikkelingen in Nederland waar we gewoon niet omheen kunnen en wat de toekomst is. We hebben echt heel veel zoet water daarvoor nodig. Dus een beetje schetsen van die verziltingsgebieden en dat soort dingen, dat doet geen recht aan de toekomst die we met elkaar willen creëren in Nederland. Ja, maar ik hoor eigenlijk 2 dingen zeggen. Hè? Aan de ene kant, ja, we zullen ook moeten accepteren dat het op sommige niet meer overal naartoe kan, maar zegt u, er is nog meer aan de hand en daar hebben we ook water voor nodig. Dus, ja, en dat is geen klein bier. Nee, dus, nee. Ja, daar moeten we dus rekening mee houden. En als je al die dingen wilt doen, dan moet je ook nadenken, hoe doen we dat als we geen zoet water hebben? Ik wil ook niet zeggen van, dat moet er zomaar komen. Maar dat komt er ook niet, dat weten we ook. Dus als een hoge zomerpeil dat voor een heel groot deel wel kan faciliteren, en wat ons dat als Nederland in transitie kan opbrengen, dan is dat een hele afweging dan wanneer je zegt van nou, het gaat een beetje over verzilting voor landbouw. Het gaat echt wel over meer dan zaken. Dat. Ja, dus ik denk dat we daar tekort doen aan deze discussie als we het alleen daarover hebben. Ja, ja, dank u wel. Mooie aanvulling. Wie wil naar aanleiding daarvan reageren? Energietransitie wordt genoemd. Onder andere, ja, ik zie aan het eind van. Ja, ik kom zo bij u. Ik geef even door aan de meneer aan het eind. Erik van der Meij, Waterschap Hollandse Delta. Ik wou toch even naar de allereerste spreker die net over de grote roet had. En ga Nederlands eens kijken. Want we kunnen in het IJsselmeer kijken naar de waterbehoeften en Noord-Nederland.
Maar diezelfde druppel die is ook nodig in het westen, in de zuidwestelijke delta. En Brabant, waar de natuurgebieden en het water ook nodig is. Ja. En dan moet je dus een afweging maken voor het totaal van Nederland. Dan zeg ik van, natuurlijk zijn die problemen er allemaal die genoemd worden. Maar we moeten het wel in Nederland bekijken, want het IJsselmeer is niet het enigste zoetwater. Als ik kijk naar de havens van Rotterdam, die hebben gewoon ook hun, als economie hun zoetwater nodig. En als alles zeg maar, geborgen gaat worden in het IJsselmeer, ja, dan is die westhoek, Rijnland, Delfland met verzilting, precies hetzelfde probleem. Dus ik ben het eigenlijk met de eerste spreker weer eens. Je moet toch dit landelijk afwegen en kun dat bijna niet regionaal doen. Ja, ja, dus u zegt echt, begin daar en ga daarna pas naar de regio kijken. Wilde u meteen ook reageren of u nog op de vorige... Nou, ja, dus meer ter aanvulling, want ja. Is dat een goed punt. Ik ben naast dat ik bij de gemeente Kampen werk ook lid van de werkgroep Zoetwater Oost-Nederland, werkgroep SOM. Ja, wat ons wel vaak opvalt is... Ja, het is een beetje de strijd tussen Oost en West, zeg maar. Er gaan West enorm hoeveelheden water zeg maar, aan verzilting, op verzilting tegen te gaan. Ja. Ik heb een collega van het waterschap uit Twente zeg maar, wel eens horen vertellen dat een hele kleine diepe polder net zoveel zoetwater kost dan de waterhuishouding van heel Twente. Dus het vraagt wel echt om een goede balans, zeg maar. Van, ja. Maken we dan ook, als je dit gaat kiezen, maak je dan ook de keuze om echt bepaalde polders ook niet meer te voorzien van zoetwater. Ja, ja. En wie maakt die keus? Dat wordt landelijk volgens mij. Ja, landelijk. Ja, ja, precies. Dus landelijk moeten er echt grote keuzes gemaakt worden. Wil iemand daar nog op reageren? Ja, Anneke, ik kom... Oh, sorry. Nee, ik ga eerst naar u en dan ga ik daarna naar Anneke. Ja, wie bent u? Ja, Lienke Tiemens van Het Westen, Delftland. Kijk, ik erger me wel altijd even aan inderdaad dat wij dan zoveel gebruiken als doorspoelen. Want ik kan je vertellen dat het echt heel weinig is. Nee, precies. Ja. Ik weet het. Maar er wordt inderdaad heel veel gezegd van ja, er wordt heel veel naar het westen gedaan voor de verzilting. En we moeten het afsluiten, we moeten het dit. Maar het klopt inderdaad, we zitten gewoon wel omringd door zee. Maar ik denk dat dezelfde problematiek in het IJsselmeer ook is. Ja. Wij hebben ook drinkwater op ons punt, en net zoals in het IJsselmeer. Dus ik denk, ik wil heel graag af willen van het oosten tegen het westen. Of, ja. Oké, ik ga even ingrijpen, want dit hoort thuis natuurlijk niet. Dus het appel is echt, hè, doe niet Oost-West. We hebben allemaal hetzelfde belang. En daar ik ben het mee eens, het voelt vaak wel zo. Het voelt heel vaak wel zo, maar daar moeten we echt voor komen. Daar moeten we vanaf. Ja, ja. Ja. Dus meer samen. Ja. Ja. Ja, wij voelen ons dan weer. En hoe doen we dat dan samen, Oost en West? Heeft u daar ook een oplossing voor? Nou, ten eerste wat je nu al ziet, is er zijn continu beelden. En er wordt veel naast elkaar gepraat in plaats van in dialoog met elkaar. En we proberen dat wel in het Delta-programma. Maar je ziet dat het nog best wel moeilijk is om iedereen daarin te bereiken. En nou, vanochtend werd het ook door in Antwerpen wel gezegd, die beeldvorming, die Bob. Dat die beeldvorming is, denk ik, daar kunnen we echt nog wel aan werken. Hoe staan we nou met z'n allen ervoor? Ja. En hoeveel gaat er nu inderdaad daadwerkelijk bijvoorbeeld naar de regionale waterschappen? En dat is echt, nou ja... Ik denk ongeveer 20 kuub per seconde om gewoon heel Noord-Holland, zeg maar Rijnland, Delftland, Schieland omhoog te houden. Ja. En als ik dan kijk naar het IJsselmeer, dan denk ik, wow, die hebben heel veel. Dus het is echt beeldvorming. Ja. Dat, is wel echt, dat is nog wel een aandachtspunt, denk ik. Voor ons. Dus u zegt eigenlijk werk aan beeldvorming, doe het met elkaar. Ja, Anneke, ik ga toch naar jou kijken, want jij bent toch een beetje... Ik heb twee petten op. Ja. Ik ben vertegenwoordiger van de regio Noord, maar ik zit ook in het Delta met IJsselmeer. En ik ben van Noord-Holland. Ja. En wij hebben gewoon het zuidelijke gedeelte wordt door het westen gevoed en het noordelijke gedeelte door het IJsselmeer. Dus ik zit eigenlijk gewoon aan twee kanten. En ik heb het gevoel dat ik de dialoog wel in mijn eentje kan voeren. Kijk. Maar je krijgt inderdaad heel vaak te horen van alles gaat naar het westen. Maar, en dat zei ik net tegen Lieneke, van als je gaat kijken wat wij als gebruikers voor landbouw, voor drinkwater uit het IJsselmeer halen, is dat echt veel en veel meer dan dat ze in het westen gebruiken, al die waterschappen bij elkaar. Dus de discussie, de dialoog moet je blijven voeren. Er zit gewoon echt een heel groot verschil in. En we zijn natuurlijk heel druk bezig binnen het Delta-programma Zoetwater om te kijken wat is een goede waterverdeling en wat is een flexibele waterverdeling. Wat doen we in de droge omstandigheden? Waar is het water het hardste nodig? Daar zijn we gewoon druk mee bezig. Dus, ja. Mooi, dankjewel. Roept dit nog iets op bij iemand? Ja, natuurlijk. Oh, daar, ik kom zo bij u. Ik ga eerst even naar deze meneer. Dat is weer mijn weg richting het podium. Ja, ja, ik vond het... Het verhaal van de Vlaamse mevrouw vanmorgen wel inspirerend. Ja. In Vlaanderen hebben ze gewoon veel minder water.
En dan gaat de discussie niet over, kunnen we de sluizen openzetten om het water die kant op te sturen of de andere kant. Daar moeten ze met veel minder doen. En wat dat betreft is het volgens mij en-en. En we moeten heel erg bezuinigen. We moeten ook nadenken, willen we wel van die datacenters voor AI. Maar we moeten ook wel misschien wel wat mee gaan stijgen. En dan is het westen of het oosten of het noorden, het is meer echt het gezamenlijke, hoe we het op moeten lossen. Ja, ja. En nou ja, de regiogedachte misschien toch wat loslaten. De regiogedachte loslaten. Kijk, het roept meteen nooit op. Ik kom zo bij u, meneer, maar we gaan nog even via deze. Ja. Ja, ik wil Wouter. Noem nog even uw naam, sorry. Ik moet voor thuis. Douwe Meijer, adviseur waterbeheer. Ja, dankjewel. Ik wil Wouter graag bijvallen, want we zien gewoon dat landelijk raamwerk van waar willen we naartoe, wat is nou onze visie, of wat is ons punt op de horizon, hebben we gewoon heel hard nodig om al deze besluiten te kunnen nemen. Ja, en ik zit ook zeg maar in het kamp van we moeten zoveel mogelijk meebewegen met wat er op ons afkomt, want dan houden we het zo lang mogelijk vol. En dat betekent dus een hoge zomerpeil is nu nog, het gaat nu nog in een tempo dat we dat misschien nog een tijdje kunnen volhouden. Ooit komt er een moment dat we dat niet meer kunnen volhouden, maar dan moeten we zo ver mogelijk voor ons uitschuiven. En daar hoort dan ook bij, dus al die stellingen komen bij elkaar, dat er meer buitendijkse adaptatie nodig is. En daar hoort ook bij dat we misschien wel meer peilfluctuatie moeten accepteren, want daar kunnen we onze watervoorraad uithalen. We hebben in Nederland helemaal geen watertekort, we hebben water in overvloed. We hebben zoveel water dat we spuissluizen aan het bouwen zijn om het water weg te pompen. Ja, misschien moeten we daar eens over nadenken waarom we dat doen. Timingsprobleem, want we moeten het gewoon meer vasthouden. En daar hoort dus bij dat we meer peilfluctuatie en dat we ook een hoge zomerpeil accepteren en dat we ons daaraan aanpassen. Ja. Die klimaatverandering, die is er al. Die zeespiegel, die stijgt. We moeten daarmee omgaan. En we kunnen wel zeggen dat we dat niet hoeven te doen, omdat we dat zo vervelend vinden voor onze buitendijkse bebouwing en de havens die we daar hebben. Ja, we hebben ook buitendijkse havens, die moeten er ook mee omgaan. Ja, dus u zegt eigenlijk een en-en-en. Ja, een visie, maar we moeten wel ook echt iets gaan doen, want het speelt nu al. Ik ga toch eerst naar deze meneer, dan kom ik daarna bij u. Ja. Ja, het voordeel is als je even moet wachten dat er dan een aantal dingen al gezegd worden. Twee korte opmerkingen. Punt 1. In de nieuwe waterweg in Rotterdam wordt het zoute water buiten gehouden door een enorme druk en hoeveelheid aan zoet water tegenaan te pompen. Ik denk dat dat in de toekomst niet toekomstbestendig is. Tweede is, we hebben, zei de vorige spreker ook, voldoende water het jaar rond. Dus we zullen toe moeten naar buffergebieden. Dus ik denk dat op lange termijn gaat dat IJsselmeer gewoon minstens 1,5 meter omhoog. Of je het nou leuk vindt of niet, maar er is gewoon geen andere oplossing. Ja, bufferen en stevig ook. Uw naam? Mijn naam is Robert Vos, ik ben van Rijkswaterstaat. Mensen, even blijven luisteren. Robert Vos, ik ben van Waterstaat WVL. Nou, je kunt in de zomer moet je geen water gaan verdelen, want dan heb je te weinig en dan krijg je allemaal ruzie. Dus je moet in de winter het water opzetten, zoals de vorige twee sprekers ook gezegd hebben. Dat betekent gewoon hogere dijken, maar dat is gewoon wel de oplossing. En dan het water laten uitzakken. Ja, en ik ben heel erg tegen instabiele dijken. Dat lijkt me enorm schadevol. Dus ik zou dat zeker niet willen. Kijk, heel duidelijk statement. Nog een laatste reactie hierop. Het riep net van alles op. Kijk. Als ik nog één creatieve oplossing mag toevoegen. Ja, laat maar gewoon los. Ja, sorry. we hebben natuurlijk in de 17e tot de 19e eeuw hebben we heel Zuid-Holland zeg maar afgeveend tot -4, -5 polders. Ja. Er zijn er heel veel, of een aantal van zijn eigenlijk helemaal leeg op wat spruitjestelers na. Nou, die kun je ook heel goed inzetten voor waterbuffering. Oftewel, dat IJsselmeer is misschien niet het enige buffer dat we hebben. Er is ook nog gebied zonder of beneden zeespiegel, die we ook kunnen inzetten. Ja, ja, ja. Dus bufferen ja, vasthouden, maar niet alleen maar in het IJsselmeer. Dat is eigenlijk wat ik hieruit ophaal. Ik kijk even naar jullie. Wat doen jullie met al deze opbrengsten, Arthur en Ditty? We zijn... Hoe beklijft het? Nou, we zijn bezig met het programma-team met een herijking. En wij kijken dus naar de
verschillende opties die er zijn. En die beschouwen met de kennis van in het verleden. Want in het verleden is behoorlijk goed onderzoek al naar gedaan. Er is ook weer wat nieuwe kennis wat we recentelijk hebben opgedaan. Dat nemen we mee en dat nemen we mee in een herijking. Om toch weer te kijken van, moeten we nu toch niet een stap nemen? En moeten we nu niet al beginnen met adaptatie? Dus dat je meeneemt de omgeving van, wat betekent dit voor u? En wat zouden we moeten doen? En hoe ga je daar samen in optrekken? En daarnaast kijken we ook naar het landelijk wat IRM doet. Of Ruimte voor Rivier 2.0. Van wat gaan dat voor, welke varianten zitten daarin? Die nemen wij ook mee in onze sommen en in onze berekeningen. En dan gaan we ook weer kijken wat dat weer betekent voor buitenrijksgebieden, zodat we het verhaal rond kunnen maken. En we hebben in een van de maatregelen, of tenminste ook in de herijking, wordt ook gekeken naar een grotere zoetwatervoorraad, zodat je de pijn die in de regio gaat vallen ook eventueel met z'n tweeën kunt delen. Dus we kijken op verschillende manieren nu de komende tijd daarna. Ja, mooi. Dankjewel. Had jij daar nog een aanvulling op, Arthur? Of? Nou ja, in aanvulling op wat jij zegt, je noemde al Ruimte voor de Rivier, hè, 2.0. Wij zitten in dat deltaprogramma IJsselmeergebied, maar er is ook nog een deltaprogramma Zoetwaterbeheer. En die kijkt naar waterverdeling op landelijke schaal. Hè, en dat wordt weer op elkaar afgestemd. Hè, dus het is niet zo dat wij alleen maar in een tunneltje zitten te kijken. Er komen ook wel dingen op een grotere schaal bij elkaar. Ja, mooi. Ja. Dank jullie wel. Blijf lekker zitten, zou ik zeggen, even. Want we gaan naar het laatste onderdeel. Nikki, ik kijk naar jou. We hebben vanochtend, kom lekker op het podium. Vanochtend hebben we Mare de Wit en Hugo Hegeman al even als vertegenwoordigers van onze toekomst. Nikki Bakker, jij bent onze vertegenwoordiger van de toekomst. Want wat ben jij? Ik ben jeugdbestuurder van Waterschap Drenthe Overijssel Delta. Kijk, en wat doe je als jeugdbestuurder? Als jeugdbestuurder is het onze voornaamste rol om medejongeren eigenlijk bewust te maken van wat het waterschap is en wat het doet, maar ook wat de huidige problematiek is in verband met water wat nu in Nederland heel erg speelt. Ja, en wat je net hoorde over mensen beter laten weten wat er gebeurt, herken je dat ook in wat je aan het doen bent? Ja, als heel jeugdbestuurder? Erg. Ja, ik denk ook dat veel jongeren eigenlijk echt nog wel weinig bewustzijn hebben over wat het waterschap is. Want dan zou je verbazen hoe vaak ik dan toch wel leerlingen vanuit mijn leerjaar tegenkom die eigenlijk geen flauw idee hebben van het waterschap. Of überhaupt van het bestaan ervan soms wel. Nou, dat vind ik dan toch wel een beetje schrikbarend. Ja, dus er is een hoop werk voor jou te doen. Ja, zeker. En hoe kan jij het Delta-programma helpen? Kan jij het Delta-programma helpen vanuit jouw rol? Nou, ik denk dat ik, maar ook medejongeren, dat wij heel goed een frisse blik kunnen geven. Ik bedoel, ik zeg natuurlijk niet dat wij het beter weten dan de experts die zoal wel hier in de zaal zullen zitten. Maar ik zeg ook wel regelmatig, jongeren zijn de volwassenen van de toekomst. En er valt niet alleen uw vervelende buurjongetje onder, maar dat zijn ook bijvoorbeeld uw kinderen of uw kleinkinderen. En ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat wij ook die belangen meenemen in dit soort besluiten. Want wij zijn uiteindelijk degene die daar de effecten van zullen voelen. Ja, zeker, lijkt me wel. En als je dan nu hebt geluisterd naar het gesprek wat nu is gevoerd, wat is je dan opgevallen? Ja, het valt me al ten eerste op dat het echt wel heel complex is. Want alleen in deze zaal hoor je al heel veel verschillende meningen. En ja, je krijgt dan een beetje inderdaad de onderlinge strijd tussen Zuid, West, Noord. Ja, noem maar op. Maar ook eigenlijk wel toch uiteindelijk is iedereen zijn eerste belang is Nederland. En het beste doen voor Nederland. Maar ook voor een lokale buurt. En om alles dan mee te nemen, dat is wel heel erg lastig, denk ik. Ja, zeker. Nou, dat hoor je ook eigenlijk, hè? Het appel om dat te doen. En hoe lang blijf jij nog jeugddijkgraaf? Tot in januari. Tot in januari. Ja. Oeh, dus je tijd zit er bijna op. Ja, erg jammer. Ik heb er wel erg van genoten. Ja, helemaal goed. Nou, misschien een mooie oproep naar de toekomstige dijkgraven. Wil je ons nog iets meegeven, Nikki? Ja, blijf vooral altijd aan de jongeren denken. En denk ook gewoon bij elke beslissing die je maakt aan wie dan uiteindelijk de effecten daarvan gaat voelen. Ja, zeker. Ja. Want we kijken naar jou. Hè. Ik bedoel, we hoorden het vanochtend, als je van voor 76, hè, ben ik ook, dan ga je al een tijdje mee, zullen we maar zeggen. En jij moet nog een tijdje mee. Heel erg bedankt. Ja, precies. Ja, dat hopen we. Zeker. Nou, heel erg bedankt, Nikki, en dat je hier bij ons wilde zijn. En we nemen je boodschap ter harte. Dankjewel. Dankjewel.
Dankjewel ook Ditty en Arthur voor het introduceren van de stellingen. En natuurlijk jullie heel erg bedankt voor het delen van jullie beelden, mening, voor het gesprek aangaan met elkaar en hier bij ons zijn in het IJsselmeergebied. Dus dat duizend dingen doekje, neem hem lekker mee. Herinner er nog eens aan als je vanavond onderweg naar huis bent of in de trein zit. Het is niet een gebied of een oplossing waar alles maar achterweg kan komen. Dus dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en nou, fijne dag. APPLAUS